Hey, hallo allemaal, welkom bij alweer een volgende quick tip. In deze quick tip wil ik het hebben over de gies-test. De gies-test, zou je dan denken, wat is dat nou? Nou, ik noem het de gies-test en ik ga uitleggen wat ik bedoel. Want het kan zo zijn dat als ondanks je tenen, waar ik het in de vorige quick tip over gehad heb, dat die gewoon strak en goed is en je techniek is goed, dat toch die B en die bes, die lage B en die bes, slecht blijven aanspreken, ongenuanceerd zijn of dreigen te octaveren. Waar kan het dan in zitten? Kan dus zijn dat je gies niet goed sluit. Zodra je B en bes speelt, ga je gies toets, gaat ook mee naar beneden. En zodra je dan die B en die bes wilt spelen, heb je dus kans dat het niet lekker aanspreekt. Hoe ga je dat testen? Je gaat dus een lage D ga je blazen. En terwijl die lage D-noot aanhoudt, zonder aanpassing te doen in je embouchure, gewoon spelen. Een lange noot ga je met je pink, ga je die gies toets bedienen. En dan ga je luisteren naar die D-noot. Valt die D-noot nou weg, zodra je die giestoets indouwt, wordt hij minder vol, dreigt hij weg te zakken, dan weet je dus dat je gies niet goed sluit. Laat dat afstellen bij je reparateur. Ik ga dat even voordoen, ik ga een lage D ga ik spelen en ik ga dan de giestoets ga ik bedienen. En dan gaan we luisteren, ik heb in deze saxofoon, dit is mijn eigen tenor, heb ik het juist even zo gemaakt dat die giestoets niet goed werkt. Dan kan je in ieder geval even terug gaan horen wat ik dan bedoel. Oké, dit is een lage D en ik ga de giestoets ga ik bedienen. Een duidelijk geval dat de giestoets in deze sax niet goed werkt. En daardoor gaat ook de lage B en de lage bes, is die moeilijk aanspreekbaar. Klinkt die moeilijk, klinkt die ongenuanceerd of honky, zoals ze dat ook wel eens noemen. Ga ermee naar je reparateur. Laat je giestoets goed afstellen ten opzichte van je vies. En de lage gies, daar speelt weer helemaal geweldig. Succes ermee! Thank you.